Hoi, vandaag ga ik het hebben over de Dyson Airwrap voor de tweede keer. De eerste keer dat ik hem gebruikte heb ik dat ook gefilmd. Dat is inmiddels 2 jaar geleden. Toen wist ik nog niet eens hoe ik hem vast moest houden. Dus nu na 2 jaar kan ik je iets meer vertellen over de tool en wat ik er dan daadwerkelijk van vind. Ik ga je ook vertellen wat ik er minder goed aan vind. Ik ga een paar tips met je delen. En zo hoop ik dat ik de afweging om hem wel of niet te kopen iets makkelijker voor je maak. Want het is zeker geen pakje boter. Hoewel met de inflatie nu dat steeds meer in de buurt komt. Nee, maar even zonder gekheid. Het is een investering. En ja, ik snap als je daar goed over na moet denken. En dat je dan dus misschien wat hebt aan een video als deze. Dus laten we maar gewoon gelijk beginnen. Als ik vertel dat ik een Dyson Airwrap heb, dan is de meest gestelde vraag: is die het geld waard? En logische vraag, zou ik denk ik ook als eerste vragen. Maar ik vind dat best wel lastig, want waarde is voor iedereen anders. Ik zou niet zo snel €60 aan een fles wijn uitgeven, omdat ik een fles van €5 prima vind. En zo zijn er ook haartools die een stuk goedkoper zijn, die je waarschijnlijk prima vindt. Bijvoorbeeld de Revlon Volumizer of zo, daar heb ik ook ooit een review over gedaan. Die is een stuk goedkoper dan de Dyson en het is een prima haartool. Maar het is wel anders. Daarom denk ik dat ik beter antwoord kan geven op de vraag: heb ik spijt van mijn aankoop? En nee, dat heb ik niet. Om een beetje context te geven, en dat heb ik ook al in die andere video al uitgelegd. Ik kreeg geld terug van de belasting 2 jaar geleden. En ik wilde dus al de Dyson Airwrap. En toen dacht ik van, oké, als ik hem dan nu koop, dan merk ik dat financieel niet. Dan is het niet zo dat ik er maandenlang voor heb moeten sparen. En zo heb ik het een beetje goed gepraat dat ik de Dyson Airwrap kocht. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je wel echt maandenlang ervoor moet sparen, dat je nog wel even een paar keer nadenkt voordat je hem koopt. En ik denk dat dat ook heel goed is. Maar ik denk niet dat je spijt krijgt van je aankoop. En dat gezegd hebbende, volgens mij hebben ze ook een proeftijd dat je hem gewoon kunt gebruiken. En dat als je niet tevreden bent, dat je hem terug kunt brengen. Ik weet niet precies wat daar de voorwaarden allemaal van zijn. Maar laat ik het zo zeggen, ik zou hem niet terugbrengen. En ik ben er heel blij mee. En ik ga je dus ook vertellen waarom. Dus hoewel ik geen spijt heb van mijn aankoop, ga ik ook eerlijk zijn. En wil ik wel even zeggen dat ik wou dat ik de langere variant had. Je hebt van de krulopzetstukken heb je ook een langere variant voor lang haar. Volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, was die er nog niet toen ik hem 2 jaar geleden kocht. Volgens mij kwam die later uit. En dus zo'n setje kost, geloof ik, €35. Dus ja, grote kans dat ik hem alsnog wel aanschaf. Maar nu heb je wel de keuze en dan zou ik eigenlijk altijd zeggen van ga voor de langere variant. Tenzij je kort haar hebt en ook zeker weet dat je het niet lang gaat laten groeien. Nu moet ik zeggen, ik heb heel lang echt prima met deze kunnen doen. Kijk, mijn haar is nu, ik weet niet of je het kunt zien, ja, best wel heel lang. Maar totdat het ongeveer tot hier was, tot boven mijn borst, dus dat is ook alsnog wel best wel lang, had ik er nooit problemen mee. Het begint echt nu pas dat ik zoiets heb van, oké, ja, mijn haar gaat er niet helemaal meer omheen. Of het kost iets meer moeite dan daarvoor. Dus ja, als je de keuze hebt, dan zou ik zeker voor die langere opzetstukken gaan. Je hebt nu ook bij de nieuwe variant nog een anti-pluis opzetstuk. Die heb ik dus ook niet. Lijkt me heerlijk, maar ja, aan de andere kant is dat niet echt iets wat ik nu mis of zo. Dus dat wil ik wel als disclaimer toevoegen. En ook dat je waarschijnlijk niet alle opzetstukken gaat gebruiken. Althans, ik niet. Zo gebruik ik de 30 mm krulopzetstukken eigenlijk niet. Omdat ik niet van hele gedefinieerde krullen houd. Ik houd meer van, nou ja, een beetje wat ik nu heb. Hele lichte slag. En gewoon wat meer volume. Dus ik gebruik de 40 mm borstels. En ik gebruik ook maar 1 van die haarborstels. Je hebt ook nog een variant met langere kammetjes. En dat is dan voor dikke haar.
Ik heb op zich niet heel dik haar. Ik heb vooral heel veel haar. Dus ik kan prima met deze uit de voeten. Dus ja, dat is dan denk ik nog weer een soort van extra afweging. Je betaalt best wel een groot bedrag voor een tool met heel veel opzetstukken. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat het meerdere tools zijn. Om het nog maar even wat meer goed te praten. Maar realistisch gezien gebruik je hoogstwaarschijnlijk niet alles. Maar dat is per persoon denk ik ook verschillend. Er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die wel alles gebruiken. Maar ik ben dus wel heel blij met mijn Dyson Airwrap. Ik gebruik hem dus ook al 2 jaar lang. Eigenlijk bijna elke keer als ik uit de douche kom. Dat is niet altijd zo geweest. Maar wel echt het overgrote gedeelte van de tijd. Het is echt eigenlijk de enige tool die ik nog gebruik. Mijn gewone föhn heb ik niet meer aangeraakt. Mijn steltang nog wel een paar keer. Maar elke keer als ik die gebruikte, dan viel het me pas op hoe beschadigd mijn haar er ook uitzag. Na het gebruik van de steltang. En hoe plat het dan is. En hoe weinig volume. Dus elke keer dacht ik van, ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Nou, dus dat is één voordeel. Ik gebruik hem heel veel. Een ander voordeel is dat ik ook echt het idee heb dat mijn haar erop is vooruit gegaan. Maar daarbij moet ik wel de kanttekening maken dat ik voordat ik de Dyson Airwrap had, mijn haar echt stelde met een steltang. En dat is natuurlijk het slechtste wat je kunt doen. Maar ik merk dus wel heel veel verschil in mijn haar. Dat het een stuk gezonder is. Het groeit niet sneller of zo. Dat gaat geen enkele haartool doen. Want je haar wat hier groeit, weet niet wat er hier gebeurt qua hitte en dat soort dingen. Dus ja, dat is een illusie. Maar ik merk dus echt dat mijn haar gewoon minder hitte te verduren krijgt. Hij wordt echt wel heet hoor. En dat moet ook wel, want anders denk ik ook niet dat de krullen blijven zitten. Maar hij is een stuk minder schadelijk dan je steltang. En iets anders wat ik heel chill vind aan de Dyson is dat mijn haar snel droog is. Ik had met mijn vorige föhn dat ik op een gegeven moment gewoon een lamme arm kreeg van het föhnen. Ik weet niet waarom, maar mijn haar klampt zich heel erg vast aan vocht. Ik denk omdat het zo droog is. En ja, het wordt daardoor niet zo snel droog. Kappers hebben dat ook echt letterlijk tegen mij gezegd van, wauw, ik moet echt lang föhnen om jouw haar droog te krijgen. Ja, dat föhn opzetstuk, daarmee hoef ik echt, nou, ik denk 5 minuten mijn haar te drogen en dan is het gewoon voor 80% droog. Ja, deze gebruik ik, ik denk dat ik dit opzetstuk het meest gebruik gewoon om, nou ja, als ik geen tijd heb om mijn haar te doen, om het toch even droog te maken. Dat maakt bij mijn haar al een groot verschil. Want ik heb /richting krullend haar. Volgens mij zit ik officieel op 2B2C krullen, dus dat is een beetje tussen slag en krul in. Dus als ik niks aan mijn haar doe, dan is het zeg maar net niks. Het zijn geen krullen, het is ook niet stijl. Het is gewoon, ja, het ziet er een beetje uit alsof ik een zwerver ben. Dus ook als ik geen tijd heb, zorg ik dat ik altijd even snel kan föhnen, zodat het iets stijler is. En daar is deze gewoon ideaal voor, want het is, ja, nou ja, het is gewoon lekker snel. Hij heeft verschillende standen, de Dyson. Ik gebruik eigenlijk altijd de hoogste blaasstand en de hoogste warmtestand. En dan is er nog een koelknop als je hem omhoog duwt. En ook die gebruik ik. Dan komen we eigenlijk gelijk al bij de tips. Want wat goed is om te weten en wat ik ook vaak hoor, is dat de krullen van de Dyson Airwrap niet goed zouden blijven zitten. Dat ben ik ook met de mensen die dat vinden eens. Maar er zijn wel wat trucjes waardoor je ervoor kunt zorgen dat ze wel gewoon lang blijven zitten. Tenminste, bij mijn haar werkt het. En daarmee moet ik zeggen dat mijn haar krul sowieso wel vrij goed houdt. Misschien komt het omdat ik van mezelf ook dus slag heb. Maar wat ik doe, is ik maak mijn haar dus droog. Of ik laat het aan de lucht drogen totdat het 80% droog is. Of ik föhn het eerst dus met dat föhn opzetstuk voordat ik met het krul opzetstuk aan de gang ga. Je wil dus dat het nog een klein beetje vochtig is. En nou, dan pak ik dus gewoon een plukje. Ik zal het even voordoen. Dit is dus geen tutorial, maar wel even een kleine demonstratie.
Ja, voor het krullen. Ik zat daar in het begin best wel een beetje mee te worstelen. Om dat goed te krijgen. Maar voor mij werkt de tactiek het beste om een plukje gewoon los te houden. En dan de airwrap er zo tegenaan te plaatsen. En dan zuigt hij hem zo op. En dan, nou ja, ik laat het wel even zien, oké? Ik heb dus nu met de heetste stand de krul gemaakt. Nu doe ik het knopje omhoog voor de koele stand, zodat de krul afkoelt. En daardoor blijft hij ook beter zitten. Nou, en dan heb je dus zo'n krul. Je kunt de krul heel lang eerst laten afkoelen, dat het echt goed fixeert. En dan blijft het echt best wel lang zitten. Maar ik ga er eigenlijk gelijk doorheen, zodat ik alleen een subtiele, nou ja, dit zeg maar heb. Een subtiele slag erin. Ik hou daarvan, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Ik denk wel echt dat je mooie krullen kunt krijgen die goed blijven zitten. Alleen kost het iets meer werk. Maar dat is bij een krultang ook zo, is mijn ervaring. Ik hield het haar nu best wel kort even eromheen. Dus je kunt sowieso al wat langer de warme stand aan laten staan. Wat ook helpt is kleinere plukjes nemen. Dan krijg je nog meer een gedefinieerde krul. Duurt het wel dus iets langer. Maar goed, als je dat echt graag wil, dan zul je dat er ongetwijfeld voor over hebben. En vervolgens niet aanraken. En wat je zelfs kan doen, dat doe ik nog wel eens met die voorste plukjes. Dat ik het dan krul en dan is het dus, nou ja, zo'n spiraal. Dat rol ik als het ware op en dan zet ik het vast met een knipje. En dat doe ik dan met de voorste plukjes allemaal. En dan blijft het ook echt beter zitten. Beetje haarlak erin. Dus er zijn wel trucjes om die krullen langer te laten blijven zitten. Maar ik ben het er wel mee eens dat het wat meer handelingen kost. Tegelijkertijd ben ik juist heel blij met het effect dat ik krijg met de airwrap. En hoe snel dat ook gaat. Ik ben meestal niet langer dan een kwartier met mijn haar bezig. En dan is het en gefeund, het heeft volume en het heeft een hele mooie slag. Normaal gesproken zouden dat al drie handelingen op zich zijn bij mij, zeg maar. Want ik zou dan en met zo'n ronde borstel in de weer moeten voor volume, feunen tegenaan houden. En vervolgens zou ik het ook nog met een krultang moeten krullen. En soms zelfs ook nog even met de steltang, de echt krullende plukjes, stijlen. Dus dat kost ook heel veel tijd. Dus ik vind dat niet zoveel verschil. En ik vind het gemak van de Dyson gewoon zo fijn. Want wat ik dus vaak doe is gewoon, soms zelfs op droog haar, gewoon best wel grote plukken pakken. Eventjes die airwrap er tegenaan. Op de koele stand. Dan laat ik het los. Volgende pluk, hop. En dat doe ik dan zo snel dat het mij haast geen tijd kost. En helemaal nu ik moeder ben, is dat echt zo ideaal. Want je hebt mooi haar, zonder dat je urenlang voor de spiegel staat. Ik ben er dus echt tevreden over. Deze slag, zeg maar, heb ik gisteren gemaakt. Gisterochtend. Het is nu de volgende dag en best wel laat op de avond. En ik heb een baby die constant aan mijn haar trekt. En het probeert in zijn mond te stoppen. En dus dit is voor mij gewoon perfect. Dan een andere tool die ik veel gebruik is de borsteltool. Die krulopzetstukken zijn de laatste tijd echt mijn ding. Ik vind het gewoon heel fancy eruit zien. Maar daarvoor was ik helemaal weg van deze. Omdat ik dan de stijle look heel mooi vond. Dus deze is echt heel handig als je haar wil stijlen. Doe ik nog steeds wel eens, want het voordeel hiervan is ook weer dat het snel is. Dat krullen heb ik nu aardig in de vingers, dus dat gaat ook wel snel. Maar ja, even dit er doorheen borstelen, dat is natuurlijk nog sneller. Dus met deze kan ik echt binnen 10 minuten klaar zijn met mijn haar. Als ik dus eerst dat föhn opzetstuk gebruik om het droog te maken. Ja, een andere tip die ik heb. Op een gegeven moment kreeg ik steeds een rood lampje dat begon te knipperen, hier zo onder. En dan viel mijn airwrap uit. Dus ik was woedend. Want ik dacht, ja, heb ik zoveel geld neergelegd voor zo'n tool? Kan die de hitte niet aan?
Ik vond het echt, ik was in alle staten. En toen las ik in de handleiding dat er een borsteltje bij zit voor dit gedeelte. Om stof weg te halen. Want het is op zich wel logisch. Kijk, je kunt het ook wel zien hier nu. Ik weet niet of je dat goor vindt, maar... Kijk, je ziet dat filter en je ziet dat er best wel wat stof in zit. Nou, als dat stof zich natuurlijk echt ophoopt, dan kan de lucht niet goed meer kwijt. En dan raakt hij oververhit en dan krijg je dus die melding. Er zit een heel handig borsteltje in de verpakking van de Airwrap. Die moet je dus ook goed bewaren. Daarmee kun je zowel dit gedeelte als dit losse gedeelte, kun je daarmee heel goed het stof weghalen. En dan doet hij het weer perfect. Maar dat was wel zo'n dingetje waarvan ik dacht, oh ja, dat had ik van tevoren willen weten. Want nu dacht ik echt, dit ding is super duur en hij gaat nu al stuk. Dus even samenvattend, voor mij is de Dyson Airwrap een goede investering geweest. En heb ik er dus ook zeker geen spijt van gehad. En ben ik er nog steeds super blij mee, ook na 2 jaar. Maar ik zou je gewoon goed inlezen wat je zoekt in een tool. Als jij gemak zoekt en... Een tool die je haar snel droog maakt en je dus veel tijd gaat schelen. En eentje die je haar minder beschadigt dan bijvoorbeeld een steltang. Dan zeg ik, ja, ga voor de Dyson Airwrap. Ja, en hou er dus ook rekening mee dat je sommige tools misschien minder of niet gebruikt. Ik kan me voorstellen dat je dat zonde vindt en dat je dan misschien gewoon een andere tool koopt. Die precies doet wat jij wil. Zoals die... Revlon Volumizer. Maar verder, ja, ik kan eigenlijk niet zoveel slechte dingen over de Airwrap zeggen. Wil ik ook helemaal niet. Ik denk dat je er niet zo snel spijt van krijgt. Het is een lastige afweging, snap ik helemaal. Dus daarom ben ik ook heel benieuwd naar anderen hun ervaringen. Want wie weet zijn die wel weer heel anders dan de mijne. Ik weet ook van iemand die hem besteld had, maar toch teleurgesteld was... En hem weer terug heeft gestuurd. Weet je, die verhalen zijn er ook. Dus ja, wil je je verhaal delen, doe dat dan ook zeker. Of misschien ken je een ervaring van iemand anders en wil je die delen. En zo hoop ik dat de keuze iets makkelijker wordt gemaakt. Of misschien maak ik hem nu juist alleen maar moeilijker, doordat ik er heel enthousiast over ben. Mocht je nog meer willen weten, specifieke dingen, laat het vooral weten in de reacties. En dan zal ik daarop reageren. En vergeet dus niet te abonneren, want volgende week vertel ik je al mijn haargeheimen. En de Dyson is er dus één van, dat kan ik jou vast verklappen. Maar daar zal ik ook echt daadwerkelijk laten zien hoe ik mijn haar ermee krul. Ze zijn nu ietsjes ingezakt, maar ik vind dat nooit zo erg. Ik vind dat ook wel weer mooi. Maar dan laat ik echt van A tot Z met shampoo en alles zien wat mijn routine is. Dus mocht je dat leuk vinden, dan zie ik je graag weer volgende week. Tot ziens!